Hoe is die? Ja, hoe is die? Dat vraagt hij. Kijk, en daar zit hij, jongens. Gerald Vanenburg zelf. Gerald. Hoe is die? Goed? Ja, dat vraagt hij weer. Ja, hoe is die? Met mij is goed. Met jou is het goed. Nou, met mij ook, man. Jongens, daar zit hij. Deze man is dus Europees kampioen geweest, hè? Vergis je niet. Ja, 88. Ja, absoluut. Nou, er is heel veel discussie over de tactiek. Er is heel veel discussie over de opstelling. En nou wil ik gewoon jouw opstelling horen. En dan verder niet gaan zitten draaien en doen. Gewoon de opstelling van Gerald Vanenburg. Zeg het mij. Ja, nou die gaan wij dan doorlopen. Oké, daar komt hij. Ik kies voor Maarten Stekelenburg sowieso in de goal. Ervaring. Stekelenburg gaat in het doel. Oké, daar gaan we. En verder. Nou, dan ga ik beginnen van rechts naar links. Ja. Nou, dan zou ik persoonlijk kiezen voor Timber. Timber gaat op rechts. Okay. Omdat ik dat een speler vind die heel veel kwaliteit heeft. Oké. Nou, centraal heb je sowieso, als de licht mag spelen, met de licht en de vrij. Dat is dus geen discussie? Nee. Oké. Nou, dan zou ik aan de linkerkant zou ik spelen met Blind in een rol dat hij gewoon eigenlijk een soort middenvelder wordt samen met Gravenberch op het middenveld, aan de binnenkant. Oh, dus Blind op links. Maar ja, dan zegt iedereen, dat wordt vaak gezegd, Blind die is niet snel genoeg. En dan? Nee, maar ja, hij heeft heel vaak in die rol gespeeld, ook bij Ajax. En ik denk dat daarom vind ik het heel belangrijk dat Gravenberch bijvoorbeeld speelt. Omdat die onderling natuurlijk zo elkaar kennen, dat als Blind wat verder weg gaat zitten en Gravenberch die ziet dat hij gaat, dan zakt hij wat uit. Oh. En dat kan gewoon een hele goede wisselwerking worden, zeker in het voetballende. Oké, dus jij zou sowieso aan de linkerkant spelen met Gravenberch en Blind, ja. Want die hebben de automatismen van Ajax met elkaar. Ja. Oké. Ja. Goed, nou dan gaan we door. Dan hebben we de rest van het middenveld nog. Nou, dan heb je voor mij centraal Wijnaldum. Ja, Wijnaldum komt erin, jongens. Ja. Nou, dan heb je natuurlijk Frenkie de Jong. Ja, daar kan je niet omheen. En je hebt een heel dynamisch middenveld, denk ik. Met heel veel beweging, heel veel voetbal erin. En die ook kunnen inzakken, die kunnen uitzakken, die kunnen eigenlijk alles. Al zijn die heel sterk. Goed, dus dat is je middenveld. Nou, dan gaan we naar de aanval, Gerald. Zeg het maar. Nou ja, dan zou ik spelen met Berghuis. Oh, Berghuis! Ja. Pardon zeg, dat vind ik verrassend. Ja, maar het is wel een jongen die bij Feyenoord gewoon wel laat zien dat hij het verschil maakt. En ik denk, als je moet kiezen op dit moment tussen de aanvallers, dan heeft hij denk ik in de oefeninterland ook heel goed gedaan. Oké, dus Berghuis komt bij jou op rechts? Ja. Goed. Ja. Nou, Depay in de spits. En dan aan de linkerkant zou ik met Malen spelen. Malen op links. Oké. Ja. Maar je kan ook zeggen, Depay op links. Ja, maar ik denk dat als jij met die drie speelt, er kan heel veel wisselingen zijn, weet je. En dan kan Malen in de spits, maar dan krijg je in ieder geval heel veel beweging. Oké. En het is dus natuurlijk Malen en Depay die gaan dit doen. Ja, bij jou. Soms aan erbij zitten en ja, dan denk ik dat jij een opstelling hebt waar heel veel mogelijkheden in zitten. In voetballend gedeelte zeker en defensief denk ik dat je ook redelijk goed staat. Oh, nou, oké. Dus dat moet het zijn. Maar dat gaat onze Frank de Boer niet doen. Ik weet het niet. Jij vraagt Nee, dat gaat Frank de Boer niet doen. Nee, dat denk ik ook niet, maar... Nee, dus wat zeg jij tegen Frank de Boer? Ja, ik zeg tegen Frank de Boer dat hij wel zo moet spelen. Oh, Frankie, goed luisteren. Ja. Wat Gerald nu zegt. Frank de Boer, let op. Ja. Nee. Ja. Ik ben een voorstander van heel veel beweging en voetballend vermogen. Ik denk dat dit gewoon een heel goed elftal is. Denk maar goed, ik dat 5-3-2 zou jij nooit doen, punt. Nee. Dus dat zou jij sowieso niet doen. Nou, ik vind het ook gewoon een nadeel als je met twee backs speelt, die constant diep moeten zitten als aanvallers. Ja. Ja, dan vind ik dat een nadeel, want die komen in de situatie als buitenspelers heel vaak te staan. Ja, dan kan je betere buitenspelers neerzetten, denk ik. Vergis je niet, jongens, dat Gerald is gewoon van de eenvoud in het voetbal, hè? Jij zegt altijd, het spelletje is eigenlijk heel simpel, hè? Toch? Ja. Het spelletje is heel simpel, maar het kan wel heel leuk zijn. Ja, maar ik heb van jou geleerd, als wij de bal hebben, hebben zij hem niet. Nee, maar dat is het. En ik denk dat dat ook de Nederlandse kaart is. Ja, dat ben ik nooit vergeten. Als wij de bal hebben, zijn we niet. Ja. Maar dat is toch ook altijd onze kracht geweest van Nederland? Dat als wij waren gewoon sterk aan de bal. Ja, wat ik nog steeds mis is het combinatievoetbal bij Nederland. Dat gaan wij krijgen. Dat gaan we wel krijgen? Met dit elftal, ja. Met jouw elftal? Oh, dan krijgen we combinatievoetbal. Tuurlijk. Oh, dan gaat het gebeuren weer. Ja, dan gaan we driehoekjes zien en dan gaan we gewoon lekker tussen de linies in en lekker tikken met elkaar. En dat gaan we zien. Eigenlijk gewend zijn van Nederland, klaar. Ja. Oh, nou. Ja, maar goed. Hey, Frank de Boer. Frankie. Luister naar Gerald. Ik laat me ook graag verrassen, Harry, hè. Nou, tegen wie wil je nog wat zeggen? Wil je iets zeggen tegen een speler specifiek? Wil je Depay, Frenkie de Jong, weet ik veel, nog een paar woorden toe? Wil je daar nog iets tegen zeggen? Of wil je nog iets zeggen tegen Frank de Boer? Ga je gang. Als ik één speler eruit mag lichten, of twee, dan zijn er twee hele goede jonge spelers. En dan vind ik bijvoorbeeld Timber en Gravenberch. Ja. Wil ik ongelooflijk veel succes wensen. Het is hun eerste grote toernooi. Die jongens hebben ongelooflijk veel laten zien bij Ajax, denk ik. Nou ja, die wens ik echt heel veel succes. En dat ze heel veel plezier en een heel goed toernooi gaan spelen. Goed zo. Nou, dat is een goede afsluiting. Hey Gerald, dankjewel. Graag gedaan. En, nou ja, ik hoop dat Frank geluisterd heeft. Ja, nou ja, wij zitten niet zo ver van het elftal van elkaar af, volgens mij, of wel? Nee. Onze elftallen zitten aardig bij elkaar. Maar goed, gaat Frankie nou naar jou en naar mij luisteren? Dat is het punt. Dan moeten wij het Nederlands elftal samen gaan doen hierna. Kijk, dat is hem. Dat is een goeie. Goed, alleen de vraag is, wie is de assistent? Ja, dan ben ik de assistent voor jou. Oh, natuurlijk. Jij luistert toch? Nou, laten we dat maar niet doen. Jij als bondscoach, ik ga mee als assistent. Ik ben er klaar voor. Ik hoop dat we heel veel plezier hebben, Harry. Heel goed, jongen. Hey, dankjewel en all the best. Ja, hey, graag. Bye. Eén keer gauw. Groetjes. Hoi.